Dag beste kijkers, welkom bij de wedstrijd tussen Amersfoort en DKC. Twee topploegen in de competitie en in Pool A. En we kijken bij de heren dubbel waarvoor Amersfoort, Vincent de Vries en Koen Ridder het vaste duo op het veld staan. En bij DKC ook het vaste duo Michiel Kruid en Thomas Weijers. Ja, zoals ik al zei, twee topploegen in de competitie. Amersfoort staat derde, maar heeft nog wel één wedstrijd minder gespeeld. Maar deze DKC doet het natuurlijk nog iets beter, want die staan bovenaan in Pool A. Terwijl we hier Michiel Kruid en Thomas Weijers op de rug kijken, terwijl ze een 5-9 voorsprong hebben in die eerste game. Die eerste game die erg spannend zal blijken, maar ook van goed badminton zal blijken. Hier een foutje van Michiel Kruid. Maar dat kan gebeuren, lijkt Thomas Weijers te zeggen. Wat natuurlijk ook zo is. Nog staat DKC in die eerste game nog op een 6-9 voorsprong. DKC natuurlijk de kampioen van vorig jaar. En dat zullen ze dit jaar sowieso willen herhalen. Terwijl we daar Thomas Weijers de service aan gaan nemen. Weijers natuurlijk samen met Kruid, alle twee lid van die kampioensploeg. Spannende rally hier tussen de beide teams. Dat eindigt in een foutje van Thomas Weijer, de 20-jarige Thomas Weijers. Natuurlijk komt uit de jeugd van DKC, de Den Haagse ploeg. Maar die heren van DKC lopen wel steeds meer en meer uit in die eerste game. Hier een 8-15 voorsprong. Een 8-15 wordt 9-16. En hier zien we een hele mooie reflex van Michiel Kruid. Wat ervoor zorgt dat ze op een 8 punten voorsprong komen. Het is een erg leuke eerste set. Er is veel attractief badminton van beide ploegen. En ook al staat DKC wel redelijk wat punten voor, toch speelden de heren van Amersfoort echt niet slecht. En hier is dan het gamepunt voor DKC. En kijk hoe fanatiek beide heren zijn als ze hem binnenhalen. 11-21 is die eerste game. Terwijl Amersfoort wat praat met de coach. Maar ze zullen wat moeten veranderen in die tweede game, de heren van Amersfoort. Vincent de Vries en Koen Ridder. Willen ze nog in die wedstrijd blijven? Willen ze dat punt nog voor hun team binnenhalen? Ze beginnen die tweede game dan ook beter dan de eerste met een 4-2 voorsprong. Hier wat krachtige smashes van Koen Ridder, daar staat hij natuurlijk bekend om. En hier pakt hij het punt dan ook mee binnen, want Michiel Kruid kon die laatste smash niet meer pareren. Hier op de rug Vincent de Vries, natuurlijk al jaren speler en de kopman van Amersfoort. Sinds dit jaar gestopt met international zijn. Omdat hij zich meer wil focussen op zijn opleiding. En hij te weinig kansen zag om een top 50 speler van de wereld te worden. Terwijl hier dit punt niet meer kon redden. En het dus weer een gelijk spel is in die tweede game. Maar die tweede game gaat zeker meer gelijk op dan die eerste. Het spel is nog steeds hoogwaardig. En langzaam loopt Amersfoort iets uit in die tweede game. 16-12 staat het nu. En hier wordt het zelfs 17-12. En dat is toch een lekkere voorsprong voor Koen Ridder en Vincent de Vries. En hier is dan het gamepunt, terwijl DKC nog iets was teruggekomen. En deze valt uit. En dus is de tweede game voor Amersfoort met 21-12. En gaan we naar een beslissende derde game. Is hier zien we coach Dennis van Dalen-Diel. Hij was vandaag de hoofdcoach, omdat Lennart van Velsen afwezig was. Hij is namelijk bij de wereldjeugdkampioenschappen.
En hier zijn ze al begonnen aan die derde en alles beslissende game in de heren dubbel. Amersfoort loopt iets uit naar een 6-4 voorsprong. Krachtige smash van Michiel Kruijt hier. En deze valt iets uit en dus wordt het 6-5. Maar het is te zien, het is snel, attractief. Het is leuk om naar te kijken en het publiek kan dus zeker genieten van dit heren dubbel. Langzaam maar zeker is het ook duidelijk wat voor een tactiek DKC bij sommige punten toepast. We hebben een fantastisch blok soms en wachten dan op de fouten van Amersfoort, zoals hier ook gebeurt. En lopen daardoor ietsjes uit in het begin van die derde game. Toch komt Amersfoort terug. En in dit punt laat DKC zien dat ze niet alleen maar kunnen verdedigen. Aanvallen hebben ze ook zeker onder de knie. Met hier een goed punt van Michiel Kruijt, maar ook goed opgezet door Thomas Weijers. Terwijl Michiel Kruijt nog even zijn handje opsteekt om te verontschuldigen dat de shuttle op Koen Ridder kwam. DKC loopt dan weer 3 punten uit. Goed verdedigend werk van Vincent de Vries daar. Hij haalt hier dan ook het punt binnen. Thomas Weijers dook nog even op de grond om die shuttle te halen. Maar die shuttle daarna was voor Vincent de Vries. Dus komt Amersfoort weer ietsjes terug. Prachtig gespeeld van Koen Ridder daar. Ja, dat kan hij wel. Deze kan hij niet pareren. Maar wat hij daarvoor even liet zien was natuurlijk weer een mooi staaltje badminton. Toch blijft DKC die voorsprong van 3 punten houden. En dan zullen de mannen van Amersfoort snel wat moeten gaan doen. Willen ze terugkomen in die derde game en dus in de heren dubbel. Maar ook deze valt uit en dus kunnen de mannen van DKC weer een vuistje de lucht insteken. Dat er een nieuwe shuttle wordt gehaald. Een vermoeiende wedstrijd voor beide. Het is veel lopen, veel springen. Veel snelheid ook. Maar het zijn, zoals ik in het begin van de wedstrijd ook al zei, 2 topteams met 4 topspelers op de baan. En dat laat ze zien. Michiel Kruijt maakt hier een foutje, waardoor het weer heel spannend wordt. Het is een nagelbijtertje hoor. Die derde game. 18-18 wordt 18-20 voor DKC. Wordt 19-20. En dus matchpoint is er nog maar eentje van over. Yeah! Zo, Koen Ridder mag serveren. En dat doet hij niet goed. Een foutje van Koen Ridder zorgt ervoor dat het 19-21 wordt in die derde game. En dus gaat de herendubbel voor Michiel Kruijt en Thomas Weijers van DKC. En dus pakt DKC het eerste wedstrijdpunt van de wedstrijd tussen Amersfoort en DKC.